is weer het leven van Prins. En Adam. En wij zijn Rick op Pilletjes. En ja, zij, Master Brain van de leuke gekke dingen, die wilde heel graag een, iets met eieren doen. Dus waar zijn we uitgekomen? We gaan kijken wie als eerst bij de 1 miljoen euro terecht kan komen. Mag je een ei uit de doos kiezen? Die mag je op je voorhoofd kapot slaan. Nou is dat aan zich niet zo heel erg moeilijk. Maar wat heeft onze jonge dame gedaan? Die heeft een aantal eieren wel gekookt. Maar ook een aantal niet gekookt. En we weten dus niet vooraf uit de doos welke er wel of niet gekookt zijn. Dus ja, zolang die gekookt is, heb je geluk. En anders heb je wat eierstruif. Spelshow. Dat ziet er trouwens goed uit. Je hebt een bril op. Wat maakt je dat volwassen? Ja, anders kan ik de lettertjes niet meer lezen. Ach, je kan de lettertjes niet meer lezen. Nou, zal ik de eerste vraag doen? Ja. Ja hoor. Ik heb als het goed is geen bril nodig. Ik ga hem er even in doen. Voor 25 euro de vraag. Welke tv-persoonlijkheid eindigt altijd met de woorden oogjes dicht en saan naveltjes toe, slaap lekker? Is dat A, Pino, B, meneer de Uil, C, Rasta Rostelli, of D, was dat Peter R. de Vries? Ik ga er echt voor meneer de Uil. En dat antwoord is goed. Wat is de verzamelnaam voor de voorwerpen die nodig zijn bij een toneelvoorstelling? Zoals bijvoorbeeld stoelen, tafels en gordijnen. God, wat handig, want jij hebt ook op een toneelschool gezeten. Deze vraag zul je vast niet weten. Nee, ik weet niet dat het requisieten zijn, maar ga de antwoorden even af. Nou, moet dat überhaupt nog? Want ik bedoel... Ja? En dan vraag voor 125 euro. We gaan lekker. We gaan zeker lekker. Wat zijn Daffy Duck, Tweety, Sylvester en Bugs Bunny? A, Fraggles, B, Muppets, C, Teletubbies of D, Looney Tunes? Je was echt bang, hè? Ik voelde me twijfelen. Die speelde de meeste keren, namelijk 7 keer, agent 007 in de officiële James Bond films. Was dat A, Timothy Dalton, B, Sean Connery, D, Roger Moore of D, Pierce Brosnan? Oh, wat erg, want dit heb ik een verleden keer op zitten zoeken. Ja, dus is dat A, Timothy Dalton, B, Sean Connery, C, Roger Moore of D, Pierce Brosnan? Maar... Ik voel een ei aankomen. Ik ga voor Sean Connery. Ja, want als je hem gewoon fout hebt, krijg je dus gewoon ook een ei. En ze gaat voor antwoord B, Sean Connery. En je mag officieel een ei kiezen, want wederom, het is nog steeds Roger Moore. Ja. Je hebt je bedoel nog op. Ik weet het. Ik zit mijn eigen mentaal adem voor in te bereiden. Adem uit. Het vogeltje. Daar gaan we. 1, 2. Ho. Die moet echt netjes op het hoofd. Ja. Ik ben wel goede eieren. Zo. Eeuw. Waarom verzin ik dit soort spelletjes? Geen idee. Maar nu ben ik door naar de 500 euro. Nee, daarom moet je ook daar niet naar kijken. Ja, het is even heel stom. Dat is heel suf bij dit spel. Dat is inderdaad waar. Als je nou het kaartje erin doet, dan heb je hier de vragen. Zo, ja. Maar op de achterkant, dit vakje, dat is dus het antwoord. Dus je moet altijd zo, want anders weet iemand tegenover je precies wat er aan de hand is. Nu ga je vragen, wat zijn je hobby's? Dat doet Robert en Brink namelijk op televisie al. Wat zijn je hobby's? Ik heb niet heel veel hobby's. Dat is leuk. Hou je toevallig van puzzelen? Ja. Ja, ze hebben een hobby. Oké,
Ja. Voor duizenden. Daar gaan we. Door welke televisieserie is Johnny Depp beroemd geworden? 21 Jump Street, B. Miami Vice, C. Booker of D. Moonlighting? Ik speel voor A. Jump Street. 21 Jump Street. Here I come! Ja. Als je nou in het echt ook gewoon zo goed was, ga ik je echt opgeven. Ja, dat is waar. Dan wordt het tijd dat jij een ei krijgt, vriend. Vanwege het protest tegen welk toneelstuk stuurde Jules Grozet in 1987 de dreigbrieven en enseneerde hij zijn eigen ontvoering? A. De Waker, de Slaper en de Dromer. B. Het Theater, de Brief en de Waarheid. C. Het Vuil, de Stad en de Dood. D. Bloed, Zweet en Tranen. B. Als het goed is, dan stop ik echt acuut. Het is fout. Ja, voor die. Waarom weet ik niet, maar... Jij ja, hebt weer mazzel. Vervelend voor je. Marielle houdt steeds minder van me. 4000 euro. Wie had in 1968 onder pseudoniem Egbert Douwe een nummer 1 hit in Nederland met het nummer Kom uit de bedstee, mijn liefste? Was dat A. Boudewijn de Groot, B. Rob Oud, C. Willy Alberti of D. Toon Hermans? Ik dacht Rob Oud, maar... Hulplijn, 50-50, nee, ei op je hoofd. Nee, ik hou... Gewoon... Als ik hem fout heb, doe ik alsnog een ei op mijn hoofd. Dus het is goed, hè. Kijk maar even. Dus dat. Dus jij gaat voor Rob Oud. Maar ik had... jij hebt gelijk. Het is Rob Oud. Dus weer een ei bespaard. Alsjeblieft. Ja, lekker. Ik lekker. Ik ben een soort van glimmormend worden. Ja, lekker. Echt. Het is wel goed voor je huid, dit. Ja. Dit had een leuke vraag voor mij geweest. Precies in mijn categorie. Ja. Iets minder in die van jou. Maar dat maakt niet uit. Welk van de onderstaande films gaat niet over vampieren? Blade. B. Interview with a Vampire. C. From Dusk Till Dawn. Of D. The Devil's Own. Ik zou het niet weten, maar ik ga voor C, From Dusk Till Dawn. Ik zou het echt niet weten. Het is inderdaad niet mijn categorie van bieren. Nee, het is The Devil's Own. Ik heb een vermoeden dat dit een gewoon ei was. Dank je. Even mijn haarlak naar achter doen. Dit is echt heel vies. Ja. Je hebt het zo hard gedaan dat je bloed. Oh. Wauw. Gaaf. Stoer. Oorlogshond. 8000 euro, Marielle. Je slaat helemaal door. Moeilijker. Even kijken. De R&B groep. Wat zit je nou aan voorhoofd verliefd te kijken? Ik snap het wel. De R&B groep Destiny's Child is sinds haar bestaan nogal eens van samenstelling veranderd. Wie is 2002 van het begin af aan bij de groep? A. Kelly. B. Beyoncé. C. Latavia. Wat een rare naam. Of Michelle. A. Oh, A. Kelly. Nee, neem lekker een eitje. Het was inderdaad gewoon Beyoncé. Die is altijd bij hun geweest. Dus. Nou, gaan we weer, hè. Oké, daar gaan we. Ja, je kan het, hè. Hou op, die is wat gekapt. Serieus? Oh, of niet? Nee. Poging 2. Ik ben heel stiekem vastgesloten. Heel stiekem. Maar ik ga het niet zomaar. Oké. Ja. Ja. Peppy en Kokkie werden gespeeld door Herman Kortekaas en A. Piet Muiselaar, B. Gerard van Essen
C. Bram Biesterveen of D. Joop Doderer? A was? Piet Muiselaar. Ja. 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 Dus neem maar lekker een eitje, want het was Gerard van Essen. Sorry. Wat een ei, ei. Hoort erbij. Ja. Nou, ik neem dit ei. Het zal alvast hier te tikken, want op mijn hoofd gaat het. Vergeet je bril niet af te nee, doen. Sorry. Hij mag iets hoger hoor, dat hij echt lekker meer zo. Ja, ja, dat is mooi. Nou, ben ik niet heel blij mee. En dan gaan we nu naar de 32.000. En als je die hebt, die hou je ook, hè? Dat is dat deed Robert en Brink ook. Een beetje. Hoeveel geld krijgt de winnaar van een Oscar als hij besluit het beeldje terug te verkopen aan Academy of Motion Picture Arts and Sciences? Krijgt hij dan $100.000, $10.000, $1.000 of $10? Nou, volgens mij gewoon $10. Volgens mij is het geen reet waard. Is dit je antwoord? Ja. Jammer. Dacht ik al. Dat eitje had het best moeten staan. Ja, als jij er op een gegeven moment 5 hebt staan, dan heb je toch volgens mij wel zoiets van, nou, ik ken er wel een stuk of niet. Dat heb ik met alle sporten die ik altijd bedreven heb, dan zoveel ging ik weer naar de volgende sport. Geen één dus. Maar goed. Ik heb ooit wel eens een feintje van voetbal gekregen, voor het feit dat ik überhaupt deelnam aan het trooien. Dat je bloemetjes niet gelukkig in het eiland. Deze is leuk, deze is leuk, deze is heel leuk. Zal ik alvast een ei pakken? Of... Ik zou hem niet weten. Welk liedje, van Anneke Greunlo haalde niet de eerste plaats in de Nederlandse hitparade? Was dat A, Brandend Zand? Was dat B, Paradiso? Nog nooit van gehoord? Echt wel. Oh wel. Ja, Paradiso met je palmenstrand. De leeftijd. C, Surabaya. Of D, Dadoe Ronron. Nou, volgens mij is het gewoon Brandend Zand. Een ei hoort erbij. En dan lekker was wel. Dadoe Ronron. Dat kunnen we weten met jouw naam. Ja. Doe dan maar weer. Oh my god. Nee, oh my Eggy. Ja. Oh, heerlijk. Oh, hij is leuk. Wie behoorde niet tot de Supremes? Florence Ballard, Mary Wilson, Anna May Bullock, Diana Ross. Ah. Ik zou het niet weten. Ja, fout. C. Nou, dan gaan we weer. Ik zal hem wel even erop houden, hè, anders krijg ik ook klachten. Maar denk jij dat dit een hardgekookt ei was? Het zijn stevige eitjes. Wat een leuk spel. Ik wil meer. Voor 125.000 euro. In mijn mond. Geen fan van rauw ei. Nee. Geen fan van ei in je gezicht of op je haar. Punt. Ik heb geen vraag meer vol is. Is dit mijn lip aan elkaar geplakt? Goed. Welke dame stapte over van TMF naar Radio 3FM? Daphne Bunskoek, Sylvana Simons, Fabienne de Vries of... Ik kan niet even lezen wat die staat. Ja, doe Fabienne de Vries maar. Isabella Brinkman. Fabienne de Vries. Oh, wat is dit? Nee, Isabella Brinkman. Maar als ik het goed begrijp, heb ik hem dus niet goed. Ik zak af. Naarmate de vragen moeilijker worden, zak ik in. Nee, gelukkig niet. Waar wil je hem? Ik heb... Hey, ik moest rechtop zitten. Oh ja, ik hoef de was niet te doen. Zo dan kijken. 250.000 euro. Oh, dat loopt nu echt langs mijn ogen. Nou. Ik weet het niet, maar het zit op mijn bril, het zit overal. In welke film speelde Gadverdamme Gene Kelly niet?
An American in Paris, Singing in the Rain, Les Girls of Hello Dolly. Eindje, want het was Hello Dolly. Je bril. Dank u. Zo ben ik. Opa. Ik heb zo'n vaag vermoeden. Bah, dat dit ook weer. Oh, nee, nee, je hebt nee. Mazzel. Ik heb mazzel. Ik heb mazzel. Ja, voor? Voor 250.000. Wie componeerde de soundtrack van Star Wars Episode 1 en Star Wars Episode 2? Jouw favoriete films. Dus. A. James Horner. B. John Williams. C. Howard Shore. D. George Lucas. De soundtrack. Aha. Ik moest zeggen dat John. Of George Lucas dat zelf deed, denk ik. Nou, John Williams. Ik ga toch voor George Lucas. Waarom weet ik niet, maar. Nee, ik weet het wel. Oh, sorry, maar het is toch wel echt John Williams. Maar waarschijnlijk een andere John Williams dan de John Williams die wij kennen. Kom op met die eieren. Heb ik zo vaag genoeg ervan. Mazzel. Dus dat. Mariel, voor 1 miljoen euro's in Weekend Millionaires. Hoe luidt de artiestennaam van zangeres, actrice en cabaretière Joanna Klarenbeek? A. Jenny Arjen. B. Brigitte Kaandorp. C. Lennette van Dongen. Of D. Jasperine de Jong. D. D. Ik had voor haar gegaan, persoonlijk. Ik had gelijk. Dus, neem een eitje. Breek je dag. Alsjeblieft, nog even een goeie. En ik heb zo vaak vermoeden dat dit geen... Geen gekomen. Ik kan het ook nog wel vast verspreken voor je. Ja, die bril maar af. Helaas. Inderdaad. Als deze gekookt is, ja, zou het heel leuk zijn. 1, 2. Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Wat soepel. Nou, we gaan een beetje richting Pasen, dus maar ja, je hebt hem dus nu niet gehaald. Nee, helaas, maar kijk of jij hem haalt. Nou, ben je er klaar voor? Jazeker. Ik zie niks. Je hebt ei qua planning. Dit was een heel slechte. Een hele slechte. Even kijken. Ja. Hoe heet de Hollywood-parodie van Mel Brooks uit 1976, waar slechts één gesproken woord in voorkomt? Het woord no. A. Silent Movie. B. The Man Who Kept Silent. C. Hush. Of D. Speak or Not Speak. Ik zou niet te lang wachten met je antwoord, want het zicht wordt stil. Ik krijg zelf een antwoord aan. Ik heb echt werkelijk maar geen idee. Ik ook niet. Hij is goed. Yes! Yes! 1 miljoen gewonnen! In Lotto Weekend Millionaire! Ik ben het gelukkig! Wil je hier van onze leuke spelletjes zien die zij bedenkt? Of heb je zelf een idee voor een spelletje? Dan kun je natuurlijk altijd even hieronder of een andere opdracht of wat dan ook. Vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal. Zet het belletje aan, dan krijg je een melding. De eerste volgende keer of weer wat online zetten. En ik kan alleen maar zeggen, ik denk dat wij een douche op gaan zoeken. Want Prins en aanhang zitten een klein beetje onder de eierstruim. Dus jongens, tot de volgende keer.